Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Hallo. Ik ben in Roosendaal bij Joaquin Diaz. Nu moet ik het goed uitleggen. Hoe ga? Wow, oké. Okay. Gelijk een cursusje Spaans, ja, of wat is? Spaans. Spaans. Kom je ook uit Spanje? Ik kom officieel niet uit Spanje, maar mijn vader is Spaans, moeder Nederlands. Dus ik ben af half-half. Vette naam. Ja. Joaquin Diaz. Diaz. Requejo. Requejo. Joaquin die had een opmerking geplaatst onder mijn vorige video, of na twee video's geleden. Dat was met de digitaal wijkagent William. Ja. En toen merkte hij oprecht op van, wacht, dit is nogal een beetje een eenzijdig verhaal. Daarom ben ik vandaag hier in Roosendaal en ben ik heel benieuwd wat het digitaal wijkagentschap nog meer eigenlijk is. Leuk dat ik als aanvulling hier op mijn verhaal kan doen. Ja, ik vind het ook wel leuk. Ik vind het leuk om hier te zijn. Digitaal wijkagent heb ik zeg maar geen fysieke wijk. Maar het internet is mijn wijk. Ik kijk dus lokaal voor ons teamgebied wat er speelt. Wat houdt de mensen bezig? Dat kan zijn van een jeugdoverlast, geluidsoverlast. Dat soort meldingen die ik dan zie op internet. Bijvoorbeeld op Facebook, maar ook bijvoorbeeld op nieuwsites onder de reacties. Die filter ik uit en die leg ik dan vast in onze systemen. Een mooi voorbeeld, ik zit nu bij in de stem. Afgelopen nacht is een bouwketen van een voetbalclub uitgebrand. Ja. Dus ik ben eventjes gaan inzoomen op dit incident. Nou heb ik op de Facebookpagina van BN Stem even gekeken. Daar staat een aantal, vier reacties maar. Maar één reactie waarvan ik denk van nou, misschien dat nu alle verenigingen op dit park eens goed alle poorten gaan afsluiten. Uitroepteken. Als ze willen komen ze wel erop, maar het wordt ze soms wel heel gemakkelijk gemaakt. Nou ja, dit zie ik dus hè. Nou, dit zou dan een hele mooie kunnen zijn om bijvoorbeeld eens, dan kan ik aan de wijkagent doorgeven, dat de wijkagent eens een gesprek aangaat met de vereniging. Mm-hmm. Dit wordt geplaatst, dus blijkbaar Staan de hekken open. Staan de hekken open en s'nachts dat ze niet goed afgesloten worden. Ja, precies. Hè? Dat daar meer alertheid voor is. Dus dit soort informatie is dan, kan voor ons wel van belang zijn. Als ik het goed begrijp is jouw werk eigenlijk meer dan webcare. Je spoort ja. Ook op, hè? Je hebt dus een stukje OSINT. Misschien wel technische term. Open source intelligence. Ik zal het even uitleggen. Dat is dus dat stukje lokaal monitoren. Hè? Ja. Dat is niet alleen op social media, maar ook op forums of op nieuwsites. En daarnaast heb ik nog een stukje digitale opsporing. En dan moet je niet te denken aan complexe zaken. Hè? Dus geen phishingzaken, geen hackzaken. Die komen echt bij onze districtsrecherche. En als het die niet aankunnen of het is zo complex, dan gaat het naar het cybercrime team. Mm-hmm. Maar ik draai echt de wat simpelere zaken, om het zo maar gezegd, de gedigitaliseerde criminaliteit. Dus een sextingzaak, mm-hmm. Internetoplichting. En heb je dan ook een officier van justitie nodig die jou met jou meekijkt van oké, dit mag jij wel op het internet doen en dit mag niet? Absoluut, zeker op het gebied van het internet bekijken heb ik ook een officier van justitie nodig. Als ik stelselmatig iemand elke dag in de gaten wil houden, heb ik een bevel nodig van de officier. Want anders is het stalking achter. Dan krijg je stelselmatigheid. Klopt. In het geval van een vordering, is afhankelijk van de zaak. In dit geval de online fraude, heb ik wel toestemming nodig gehad van de officier van justitie. Omdat ik veel meer gegevens wilde krijgen van Google. Kijk, wil ik hele simpele gegevens krijgen, zoals bijvoorbeeld NAW-gegevens, dan kan het vanuit mij. Dan kan ik dat zelf bepalen of ik dat vorder of niet. Dus eigenlijk heb je nou het stukje OSINT, hè, wat ik net benoemd heb. Digitale opsporing. Maar daarnaast geef ik ook voorlichting. Is intern ook zeker belangrijk. Want ja, onze collega's die krijgen daar steeds meer te maken, hè, met gedigitaliseerde criminaliteit. Maar ook informatie die op internet geplaatst wordt. Nou, dat soort voorlichting geef ik dan. Hoe zoek je slim op internet? Hoe kan ik een bedrijf vragen om die gegevens te leveren, een vordering te maken? Maar ook extern, dus aan jongeren, voorlichting van wat is het gevaar van social media en wat zijn eventueel de strafbaarheden? Maar ook aan ouders of ouderen en buurtpreventieleden, een stukje over cybercrime. Dus dat hoort ook bij mijn takenpakket. Nou, een stukje webcare, dus onze Facebookpagina, Instagrampagina. Die hebben wij en daar krijgen we ook verzoeken binnen of berichtjes binnen of zaken die wij plaatsen, daar doen mensen ook wat op reageren. Ja, inderdaad. En daarnaast, ja, het stukje politiezorg, hè. Dus ik kom ook nog steeds buiten, ik draai ook nog steeds een noodhulpdienst, een horecadienst, dus dat hoort ook gewoon nog bij mijn taak. En zo blijf je toch nog in verbinding met de burger ook op straat. Ja. Niet alleen digitale verbinding heb je, maar je bent eigenlijk gewoon een allround. Ja, precies. Ah, tof hoor. Ja. Jij moet er vandoor. Ja. Dat klopt. Jij gaat iets doen om een zaak verder af te handelen die je via het internet binnen had gekregen. Correct. Ik ga terug naar mijn werkplek. Is goed. En ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. Jij ook bedankt. En
Wellicht tot de volgende keer. Op het, sowieso op het internet. Ik wou net zeggen, ik ga je online volgen. Dus ik hou je in de gaten. Hey, werk ze man. Dankjewel. Hoi.